vinden van een grote liefde heeft Alicia, die een licht verstandelijke beperking heeft, nog een toekomstdroom. Ik heb de fysiotherapieopleiding gedaan en ik heb de horecaopleiding gedaan. Uiteindelijk hoop ik in de fysiotherapie door te breken en mijn bruiden op te maken. Voel je wat kriebeltjes in je buik? Ja. Spanning. De spanning, hè? Nou, dat heeft iedereen, Alicia. Als ik verliefd ben, dan doe ik alles voor een man. Zorg ik voor hem. Hoog ik lekker voor hem. En ja. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Het is hier het restaurant van de liefde. Ben je wel eens op date geweest? Nee, niet zo vaak. Nee? Dit is mijn tweede keer in mijn hele leven. Oké. Okay. Ja. Ik vind het spannend. Ja. Ja? Heel erg hoop dat hij ook zenuwachtig is. En wat voor iemand zou je leuk vinden? Zorgzaam, lief. Ja? Ja, eerlijk. En qua uiterlijk? Ja, een beetje een leuke koppie. Ja? Ja, spontaan. Mm-hmm. Leuke uitstraling. Ja. Akar heeft eindeloos veel passies, maar deze slaat alles. Ik doe het al meer dan 20 jaar. En ik speel vrij hoog, maar niet op wereldniveau, maar gewoon op mijn eigen niveau. En daar ben ik ook hartstikke blij mee en trots op. Ik heb een kleine beperking. Als je mij 3 keer iets snel uitlegt, dan snap ik het niet. Maar als je me 3 keer goed duidelijk iets uitlegt en je doet het voor, dan kan ik het zo doen. Hallo Akar. Hoi. Met een roos kom je de stroom van de liefde binnen. Ja, zeker. Nou, dat is een goed begin. Ja, zeker. Ja, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Ik heb 10 jaar geen relatie gehad. Nou, ik lieg eigenlijk nog een beetje tussendoor, maar dat was niet echt een relatie. Dus eigenlijk officieel 10 jaar geen relatie meer. Hoi. Hallo. Hallo. Ik ben Akar. Ik ben Alicia. Alicia? Ja. Oké, leuk. Leuk je om te ontmoeten. Ja, leuk. Ja, zeker. Ja. En waar woon je? Ik? Ja. Ik woon in Houten. Oh, ik in Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord? Oh, ja. Dat is heel vlakbij. Ja. Oké. Okay. Hoi. Hallo. Het is wel een mooie binnenkomer. Ja, hè? Ja. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Het is toch fijn, zo'n cadeautje, toch? Ja. Ja, zeker. Nou, ik dacht, nou, leuke meid. Zij heeft ook een hele kleine beperking. En ik ook. En daar schaam ik helemaal nergens voor, gelukkig. Vroeger wel, maar nu niet meer. Wat zijn jouw hobby's? Mijn hobby's is tafeltennis. Ja, en series kijken en films. Wat voor series kijk je? Goudkust, Westenwind. Kijk je ook goede tijden? Soms. Soms. Soms wel, soms niet. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik volg het niet. Maar ja, als we ooit een keer samen willen kijken, Zit ik daar niet zo mee. Wat vind jij lekker? Ja, ik hou wel van vis, vlees. En jij? Van vlees en van groenten niet echt. Maar ik hou niet van vis. Okay. Ik ben geen vis iemand. Dus Mag ik vragen, heb je een beperking? Of heb ik heb een lichtverstandelijke beperking. In de vorm van? Moeilijk lerend. Moeilijk lerend? Ja, ik dat ook. Ja. Ja, ik ook. Ik heb ook moeite met leren, hoor. Ja, ik ben meer van het doen dan ik ook. Leren. Ik ook. Maar ik woon wel op mezelf, al 8 jaar. Dus ik heb het hartstikke naar mijn zin. Oh, nou, maar mooi. Ik miste iemand. Dus, mist iemand om je heen. Ja, en een maatje of een partner. Ja. Maar wat zoek je in een man? Wat zoek je in een... Zorgzaam. Ja? Ja, verzorgen, altijd eruit ziet. Mm-hmm. En elkaar in de waarde laat, eerlijk zijn. Ja, die echt, die eerlijk is. En die ook die me echt leuk vindt, die gewoon mij in mijn waarde laat. Ja, nou, dat is heel belangrijk inderdaad. Ja. Ik zeg, zo ben ik ook, hoor. Ja, zo ben ik ook. Oh, kijk, nou, dat is alleen maar goed.
Ja. Heb je een kinderwens? Ja, ik heb een kinderwens. Ja, sowieso. En jij? Ja, ik heb ook een kinderwens. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk al voor mijn 30ste kind hebben. Maar dat is niet gelukt, helaas. Nee. Omdat veel ben gepest, heb je kind aan jou, die neemt jou zoals je bent. Ja, die laat je in je waarde en die houdt onvoorwaardelijk van je. No matter what. Maar nu voor mijn 40ste is wel hopelijk dat, dat ik een kind... Ja. Eet smakelijk. Geniet ervan. Ja, jij ook. Maar vind je het soms moeilijk of lastig dat je een beetje stevig bent? Of... Ik ben vroeger heel veel gepest, maar toen was ik heel dun. En nu word ik ook wel af en toe gepest. Nu ook nog steeds? Ja. Omdat ik doe echt fitness. Ja. En ik ben van de social media. Ik zet op mijn TikTok. Ja. En dan word ik gepest. En dan denk ik, waarom doen jullie dat? Ik doe het tenminste. Ja, dat is waar. Dan denk ik, laat me in mijn waarde. Ja. Je hoeft niet te kijken, scroll gewoon door. Ja, snap ik. Ja, ja kijk, hè, of je nou slank bent of wat stevig, of hè, maakt me helemaal niks uit. Als je maar lief bent en sociaal en aardig en gewoon eerlijk bent tegen elkaar. Ja. En of je nou een vriendschap hebt of een relatie. Ja, het komt toch allemaal een beetje op hetzelfde neer. Ja. Ik ben wel iemand die open is, hoor. Ik ben ook heel positief ingesteld. Ja, daar vind ik ook wel van. Ik ben 99% positief. Ja, dat heb ik wel nodig, en soms, zo iemand. En soms 1% af en toe een dipje. Ja, maar dat heb iedereen wel. Ja, maar ik vind het zo grappig dat wij zo goed en leuk gematcht zijn in dingen. Ja. En Wat voor muziek hou je van? Van de jaren 90. Backstreet Boys, Boyzone, Romeo. Oh, Backstreet Boys. Ja, Backstreet Boys. Ja, hou van. I'll be the one. Mm-hmm. Ik ken ze allemaal nog, hè? Nick, Brian, Owen, TJ. Ja. En... Nou, ja, Nick. Ik luisterde vroeger naar Eminem. Ja, heb ik ook naar geluisterd. Ja, en Ali B. En, Ja, ik ook. Yes, sir. Ja, ik ook. Oh, grappig. En Brace. Ja, Brace. Ja. En Gio. Ja, Gio. Ja. 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 Ah, bizar. Ja. Oh. Oké. Okay. Ja. Het was wel een beetje eng, maar grappig. Ik vind het wel leuk. Nou ja, dan kunnen we een keer samen luisteren. Ja, gezellig. Ja, zeker. Ja, nou hier van reizen? Ik vind reizen heel leuk. En welke plekken zou je nog willen? Spanje. En daar wil ik nog wel een keer naartoe. Ja. Naar Spanje. En ik kan redelijk Spaans praten. Hola. Dus ja, hola. ¿Cómo estás? Sí. Ja. Ja. Dus... Mijn beste vriendin is Dominicaans. Oh. En door haar gaan een paar woordjes Spaans. Kan je ook tellen in het Spaans? Un, dos, tres. Ja, dat. En daarna gewoon niet meer. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ga je ook wel eens naar een hotel? Hotels? Ja. Ik ben een jaar geleden ben ik met een hele goede vriendin ben ik naar Duitsland geweest, ben ik naar een moviepark geweest. En mensen snappen dat soms niet, dat je met een vrouw ook... Dat heb ik met mannelijke vrienden. Ik heb mannelijke vrienden en veel mensen snappen niet. Nee. Je gaat niet met een man gewoon vrienden zijn. Kijk, wij tweeën kunnen uitkomen als een relatie of gewoon als vrienden. Ja. Maar dat moeten we gewoon ontdekken. Ja, ik vind het wel fijn dat je zo denkt.
lieve en dat je ook aan de kant bent. Ik voelde me heel vertrouwd dat, en dat hij ook echt naar me luisterde en ik naar hem natuurlijk, dat hij op die manier er is. Alsjeblieft, de rekening. Dank je. Ja. Nou, zeg het maar. Wil je delen of wil je... Ja, delen. Delen? Ja. Hoi. Hoi. Ik kan het wel voor je voorschieten. En dan, yeah. En dan als ik je nummer heb, yeah. Dan kan je yeah, dan kan maar een tikkie yeah. Naar je toe. Is goed. Doen we dat. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Ja, ja zeker. Ja. 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 Ik zou ja. Wel hem willen zien, ja. Ja. Hebben jullie genoten? Ja, oh, zeker. Ja, echt heel leuk. Goeie klik. Ja, maar ja. We zijn tasje nog even. Zo te horen zijn we nog lang niet uitgegaan. Ja. Oh, nou, ik zou zeggen, zet het voort. Ja, zeker. Nou, een hele fijne avond. Ja, dank je. En bedankt dat jullie er waren. Ja, dank je wel. Dat is goed. Dank je wel.